zeggen dat ik ontzettend trots ben dat u er allemaal bent en dat we hier zo'n prachtige tentoonstelling hebben gemaakt met 17 verzamelingen. Want het is echt geweldig dat het team van Marja, het team museuminrichting zoals wij dat hier noemen bij het museum, het zover heeft gekregen dat er zowaar 17 verzamelingen zijn. Dat zijn denk ik altijd gedeeltes van de verzamelingen, want ik denk dat de mensen die verzameld hebben niet hun hele verzameling hier hebben kunnen uitstallen. Het is hier niet zo groot, dat ziet u. Gelukkig, vanaf volgend jaar krijgen we een grote serie daar nog bij, dus dan kunnen we nog veel grotere tentoonstellingen organiseren dan deze. Ik heb ondertussen natuurlijk de verzamelingen al gezien en het ziet er echt prachtig uit. En ik wou eventjes noemen van wat we allemaal hebben en ook even de namen van de mensen die de verzamelingen hebben ingebracht. Om te beginnen hebben we een kleine dierentuin hierboven. We beginnen met Dickie Oele, die eendjes heeft ingebracht. Evaline van der Pas, die eekhoorns als verzameling heeft. En Ilona Hermans, die pinguïns heeft. Dus dat zijn er al drie. Dan hebben we Joke Timmermans, die strijkijzers heeft ingebracht. Hans Ome, die zo u het een en ander gaat vertellen over speeldoosjes en puddingvormen en boekenleggers. Nou, dat is echt een grote verzamelaar zo. Dan hebben we Caroline Knol, die zelf gaat verhuizen en haar huisraad in een miniatuur poppenhuis hier al klaar heeft gezet. Dat scheelt bij de verhuizing in ieder geval. Theo Adriaanse, die heeft zandlopers en knipsels ingebracht. Die gaat zo ook wat vertellen daarover. Hans Kops, oude gereedschappen. Joke Timmermans en Aldona Bogers, die hebben kerstkaarten ingebracht. Die hangen daar. Prachtig ook. Sjagfik, blikken speelgoed. Speelgoed wat het ook echt doet. U mag er niet aankomen, het zit achter glas. Maar dat is wel jammer, want het is echt, geldt ook voor de zandlopers trouwens. Mag u helaas ook niet aankomen, maar werkt ook allemaal. Dan is er een zekere Guido Zuur, die heeft miniatuur bootjes ingebracht. Ontzettend leuk. Dat kan ik u aanbevelen. Joke Hermans, Delfts Blauw. Nou, dat zijn in ieder geval de verzamelingen die u allemaal kunt gaan bekijken, daar wens ik u zo heel veel genoegen mee. Marja zal er zo nog iets over vertellen. Maar eerst gaan wij aan Hans Omen vragen of hij wat over zijn verzamelingen, of ik weet niet of hij alle drie gaat, maar in ieder geval over zijn verzamelingen wil gaan vertellen. Dus een hartelijk applaus voor Hans Omen. Goedemorgen of middag eigenlijk allemaal. Guido, ik was wel van plan om iets te gaan vertellen, maar eigenlijk meer over verzamelen in het algemeen. Niet zozeer over wat ik zelf verzameld heb, maar dat komt denk ik wel zijdelings bij te pas. Want ik heb natuurlijk eerst eens opgezocht in de dikke Vandalen. Wat is nu eigenlijk verzamelen? Nou, verzamelen, daar zegt dikke Vandalen over, dat is sparen of bijeenbrengen. Nou, we zijn allemaal hier bij elkaar, dus we zijn hier al samen. Dus dat is ook, een museum kan ook mensen bijeenbrengen en samenbrengen. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal collecties die we hier ingebracht hebben. Eigenlijk is verzamelen is bijna een afwijking, zou je zeggen. Want als je een verzamelaar bent, dan heb je een passie. En die passie die kan soms wel eens heel erg ver gaan. Want normaal gesproken, dan heb je iets en dan is het leuk om daar iets bij te doen. Maar ben je een verzamelaar, dan ben je zo gepassioneerd, dan wil je elke afwijking of elke variant die op jouw verzameling is, die wil je eigenlijk aan je verzameling toevoegen. Nou, dat geeft dan soms ook heel veel plezier, maar het kost soms ook heel veel geld en moeite. Want je gaat iedere brokante af en tegenwoordig kun je ook via internet. Marktplaats is natuurlijk bekend, maar ook Katawiki. En soms gaan er enorme bedragen om in die verzamelingen. Dus je moet eigenlijk ook nog wel wat voor je verzameling over hebben. Want er zijn mensen die geen nieuwe auto kopen, maar wel hun verzameling uitbreiden.
En dat zijn niet altijd hele rijke mensen, maar juist omdat ze die passie hebben en die willen ze dan graag uitbreiden. Soms zijn mensen ook die door die passie in problemen kwamen. Ik neem even Rembrandt. Rembrandt, de grote schilder, die kennen we allemaal wel. En als u ooit eens in zijn huis bent geweest in Amsterdam, dan ziet u dat daar een kunstkamer was met verzamelingen. Hij kwam tot een zekere welstand. En door die welstand wilde hij zich eigenlijk gaan meten met de rijken om zich heen. Hij was zelf inmiddels redelijk welvarend getrouwd, waardoor hij wat meer aan financiële armslag had. Maar op een gegeven moment wilde hij al die bijzondere dingen die ook de rijken verzamelden hebben. En daar is hij aan failliet gegaan. Dat faillissement heeft overigens wel iets goeds en iets moois voortgebracht. Want met een faillissement komt er een deurwaarder, ook toen. En dan worden al die voorwerpen die dan verkocht moeten worden, die worden keurig gerubriceerd en opgeschreven. Daardoor weten we nu nog steeds precies wat hij gehad heeft. En bij de herinrichting van het Rembrandthuis hebben ze dus uit die lijsten kunnen putten en zodoende weer die hele kamer in die originele oude staat kunnen terugbrengen. De oudste eigenlijk openbaar toegankelijke verzameling, dat is het museum de Galerij Prins Willem V in Den Haag. Ik weet niet of u het kent, maar in 1774, zo oud praten we er dan al over, was er dus een koninklijke kunstverzameling en die werd speciaal, werd daar een architect, Philips Willem Schonk. En Philips Willem Schonk kennen we ook van de bouw van het stadhuis in Breda en van het stadhuis in Geertruidenberg. Dat was de stadhouderlijke architect. En die werd toen gevraagd als een van de eerste om een speciale galerij te ontwerpen waarbij dus iedereen die wilde gratis, mag ik erbij zeggen, de collectie kon bewonderen. Deze collectie is recent gerestaureerd en ook het hele gebouw is gerestaureerd. Dus als u nu nog eens een keer naar Den Haag gaat, het is de ingang bij de Gevangenpoort, dan kunt u de oudst bekende verzameling van Nederland kunt u bezoeken. We krijgen in diezelfde tijd in Tijlers in Haarlem, het oudste museum van Nederland. Ik weet niet of u het kent. Onder andere ook voortgekomen uit de wetenschappelijke collectie, maar ook een prachtige kunstcollectie. En daar hebben ze ook tekeningen en etsen onder andere ook van Rembrandt hangen, achter van die ouderwetse gordijntjes. En dan mag je even zo'n gordijntje oplichten om even te kijken, want je moet natuurlijk wel zorgen, als je een verzameling hebt, dat je hem ook goed bewaart. Ook dat is iets wat belangrijk is. Het museum waar ik zelf in Zeeland in Goes directeur van mag zijn, dat is in 1860 begonnen. Dus ook een van de oudste musea van Nederland. Daar hebben op een gegeven moment twee notabelen, die hebben bedacht dat het toch eigenlijk wel erg zonde was dat al die spullen die er waren, dat die zomaar verloren gingen. En die zijn eigenlijk begonnen met het aanleggen van een verzameling. Want die Rembrandt, die verzamelen we wel. Daar zijn we wel zuinig op. Maar die blikken emmer, die verzamelen we meestal niet. De gewone gebruiksvoorwerpen die wij allemaal kennen, zijn eigenlijk de minst bewaarde museale objecten. Terwijl over 100 jaar onze nazaten waarschijnlijk net zo goed willen weten hoe wij leefden, hoe wij dat deden. En we zijn allemaal nog van de generatie dat we de typemachine hebben meegemaakt. Maar wie heeft er nou nog een typemachine? We gebruiken allemaal computers. Ja, u heeft nog een typemachine, nou fijn. Maar dan bent u waarschijnlijk toch een van de weinigen. In 1880 is er eigenlijk pas voor de eerste keer een Rijksmuseum gebouwd voor onze nationale kunstcollectie. Dus dat is nog helemaal niet zo oud. En dan wat dichterbij, dan komen we bij het museum Meester Simon van Gein in Dordrecht. Ik weet niet of u dat kent, maar Meester Simon van Gein was een bankier, een hele rijke bankier. Die had je in die tijd ook al. En dan moet u zo denken rond 1900. En deze man, die werkte, dat was eigenlijk vrij uniek. Hij was ook burgemeester van Dordrecht gedurende een tijdje. Maar hij had de zogenaamde kunstkabinet en een kunstverzameling. En dan nodigde hij af en toe vrienden uit om met hem samen die kaarten en die tekeningen te komen bekijken. En dan genoten ze daarvan, maar ze vertelden elkaar ook verhalen. Want dat is wat we eigenlijk in het museum ook moeten doen. We moeten verhalen vertellen. Want een object op zich is een dood ding. Maar het gaat pas leven als je erover vertelt. Als je vertelt waarom het leuk is, wat de historie is, etc. We hadden nog zo iemand die rijk was en een eigen collectie kon starten. En dat was mevrouw Krullemuller.
het Krullenbulk Museum op de Veluwe. En zij was een van de eerste die moderne kunst ging verzamelen. Modern vinden we nu natuurlijk tegenwoordig weer misschien al een beetje een achterhaald woord voor deze collectie. Want Vincent van Gogh vinden we natuurlijk allemaal mooi en waarderen we zeer. Maar inmiddels zijn er natuurlijk hele andere kunststromingen weer daarna gekomen. Recent hebben we natuurlijk de bankier Scheringa gehad. Ook zo'n voorbeeld van iemand die rijk was en zijn collectie wilde uitbreiden en tentoonstellen. Maar ja, helaas, zoals ook bij mevrouw Krullo-Müller gebeurde, gebeurde het ook bij Scheringa. De crisis gooide roet in het eten en we bleven met Nederland met een half gebouw zitten, maar wel met een collectie. Een van de geslaagde voorbeelden die we wel hebben gehad, en waar ik recent ben geweest en waar ik ook zeker zou kunnen aanraden om naartoe te gaan, is het nieuwe museum Voorlinde in Wassenaar. Joop Kaldenburg, heel rijk geworden in de petrochemische industrie. Een eigen collectie. En die eigen collectie die had hij wel een paar keer uitgeleend aan bekende musea. Maar dat is altijd een spanningsveld tussen als verzamelaar en als museum. Want als museum heb je aan een paar voorwerpen genoeg om het verhaal te vertellen. Dan hoef je geen 20 voorwerpen van hetzelfde met ieder klein afwijkingje te laten zien. Dan kun je met 4 voorwerpen het verhaal vertellen wat je wilt vertellen. Maar een verzamelaar is altijd teleurgesteld als niet die hele collectie met al die kleine dingen, als die ook tentoongesteld wordt. Dus dat is een soort spanningsveld altijd tussen het verzamelen en het verhalen vertellen wat je in een museum eigenlijk moet doen. Er zijn ook veranderende inzichten tegenwoordig. Vroeger hadden we natuurlijk een heleboel van dat soort collecties. Maar tegenwoordig kennen we een nieuwe woord en dat is ontzamelen. Helaas zeg ik wel eens. Maar soms moet je ook gewoon wel eens kritisch op je eigen collectie zijn. Of je nou particuliere verzamelaar bent of museum. Je moet af en toe ook durven zeggen, laten we nog eens kijken naar die collectie. Wat heb ik nodig? We staan allemaal als musea, als culturele sector op dit moment gewoon onder druk. Het publiek, gelukkig u niet, want anders was u hier niet, maar heeft toch minder over voor dat soort zaken. En dan moet je op een gegeven moment, je kunt geen depots blijven uitbreiden, ze zijn niet van elastiek. Dus soms moet je wel eens kritisch kijken, wat hebben wij als museum, wat hebben de buren. En in Brabant is er op dit moment een heel goed project aan de gang, waarbij eigenlijk gekeken wordt welk museum gaat wat bewaren. Want wat heeft het voor zin dat we hier 10 van dezelfde, laten we zeggen, gereedschappen hebben, die we 20 kilometer verder ook hebben. Dan moet je op een gegeven moment je durven specialiseren en zeggen, nou, welke verzameling is kenmerkend voor mijn museum? En dan komen we iets wat de meeste verzamelaars, denk ik, nalaten. Het registreren van je collectie. Want we verzamelen wel graag en al die verhalen zitten in ons hoofd. Maar het is ook zo dat die verhalen vaak niet ergens op papier staan. En het is dus heel belangrijk als je een verzamelaar bent en eigenlijk ook later wilt dat je collectie ergens goed terechtkomt, om het zomaar eens te zeggen, dat je die gaat beschrijven. Dat je gewoon beschrijft van waar heb ik het voorwerp vandaan, wat is het, waar kijk ik naar, wat voor leuk verhaal is erbij bekend. En misschien heeft u wel eens gehoord van het digitale registratiesysteem Adlib. Dat kun je tegenwoordig als verzamelaar gratis downloaden. Daar hoef je geen geld voor te investeren, je moet alleen de moeite en de tijd investeren. Maar als u later iets met die collectie wilt, of als u wilt dat er later door anderen weer verder gegaan wordt met uw collectie, zorg dat u uw collectie goed registreert. Dat is zeker heel belangrijk. Nou, die passie die hier genoemd is door mij voor het verzamelen, dat is wat het bestuur hier ook heeft, passie. Want het zijn allemaal vrijwilligers. En zonder die passie voor dat museum, voor het bewaren van deze verzamelingen hier in dit museum, zou er geen museum zijn. Want af en toe is het ook flink ploeteren en hard werken. En ik vind het geweldig dat ook dit museum nog niet zo lang geleden de status van geregistreerd museum heeft gekregen. Want dat betekent dat hier geen museum gespeeld wordt. Nee, men is op een professionele manier bezig om hier de collecties op een verantwoorde manier te bewaren voor nu en de toekomst. En dat vind ik even een applausje waard. Dan, u bent hier allemaal vandaag en u bent met velen gekomen. Ik zou zeggen, zegt het voort. Want het werk wat hier gedaan is,
de inspanning die hier geleverd is om het museum. U mag het direct zien, ik heb het al even mogen zien. Zeg het voort en zorg dat zoveel mogelijk mensen deze winter hier naar het Brabants Museum uit Oosterhout komen. Want ze hebben het nodig. Het is een stukje waardering die dan ook weer op een andere manier wordt overgebracht. Maar het is zeker leuk om hier rond te lopen, je kinderen, je kleinkinderen mee te nemen en hun verhalen te vertellen aan elkaar, herinneringen op te halen. Ik dank dus alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat te doen. En ik laat u even iets uit mijn eigen collectie horen. Dit is een reuze speeldoos. En deze speeldoos is, kun je wel zeggen, de Rolls Royce onder de speeldozen. Een echt Zwitsers fabrikaat. Ik heb hem in Zwitserland in Zermatt ooit aangeschaft, jaren geleden. En met de mars van Peter Tchaikovsky wil ik dan deze tentoonstelling voor geopend verklaren. Dat het er maar 16 zijn, terwijl ik zei dat het er 17 waren. Mia van der Boom heeft ook nog matroeska's in de dag. Dat was het gegeven. Sorry Mia. En dan wou ik eigenlijk ook nog zeggen, hartelijk dank voor het mooie verhaal over verzamelingen. Dit museum is ook voortgekomen uit de verzameling. Architect Frans van der Leeuw, die had die huisjes allemaal gemaakt en verzameld. En die is daaraan failliet gegaan. En dankzij, ja, daar lachen we nu om, maar toen was het natuurlijk tragisch. Maar dat is het begin geweest van het oprichten van de stichting die ervoor gezorgd heeft dat die huisjes toch nog te zien zijn. Dat is wel een aardige toevoeging. Ik geef nu graag het woord aan Marja, die nog iets, een aantal praktische zaken gaat vertellen. Nou, we danken inderdaad Hans heel hartelijk. En hij krijgt straks ook nog een ander bedankje in een andere vorm dan alleen maar het woord. Dankjewel. We krijgen straks nog een andere spreker. En dat is Theo Adriaanse, die over zandlopers en Theo het thema tijd zal gaan vertellen. Maar tussendoor, tussen deze twee sprekers, gaan we een beetje bewegen. En gaan we de verzamelingen bekijken. Ik stel voor dat we dat in groepen doen, want als we met z'n allen meteen door gaan lopen, dat gaat niet werken. Een heleboel mensen hebben een leeg kopje koffie, dus we gaan met 10 mensen tegelijk gaan we de woonkamer straks in. En dan komen telkens 10 mensen weer. Als u de verzamelingen gaat bekijken, dan komt u beneden eerst bij dat mooie poppenhuis, miniatuur poppenhuis. Let erop dat al die kleine dingetjes zijn door Caroline en haar man zelf gemaakt. Daar zijn lampen bij. Die lampen die zijn van eierschalen. Pingpongballetjes. Oh, ik dacht eigenlijk. Pingpongballetjes. Die heeft ze doormidden gedaan. En die heeft ze bekleed en beschilderd. En zo hangen er lampen in de woonkamer. Het gaat van beneden naar boven. Beneden zijn de kamers van de mensen zelf. Dan kom je naar boven, dan kom je bij de slaapkamers. En dan daar weer boven, daar waren de slaapkamers van opa en oma. Want zo was dat vroeger vaak, hè? Opa en oma waren ook nog in huis. Werkelijk prachtig. Dan staat er ook beneden de verzameling puddingvormen van Hans. Als u erin geïnteresseerd bent, bij elke verzameling staat een A5'je met tekst. Dat kunt u lezen. Als u verder geïnteresseerd bent, kunt u ook nog hier naar de film kijken. Die is gemaakt door Rinus Kuipers. Echt heel mooi document weer. Dankjewel, Rinus. En dan gaan we naar boven. En nou ja, daar gaan we dan naar die andere verzamelingen kijken. Dan komt u aan die kant weer beneden. En dan kunt u al een tipje van de sluier zien van onze volgende tentoonstelling. Die gaat in januari gaat die plaatsvinden. Die is namelijk straks gewijd aan Willem van Duivenvoorde. Willem van Duivenvoorde hangt hier al, dus jullie bezoekers. Theo aan gaan horen, het verhaal van Theo Adriaanse. U heeft boven, als u al boven geweest bent, de verzameling zandlopers en knipsels gezien. En Theo heeft thuis een kijkkamer, zoals hij dat zelf zegt. En ik geef het woord aan Theo. Ja, en ik zal het niet te lang houden, daarom heb ik een zandloper meegebracht.
En ik ben er zo bij gekomen. En als het goed is, zijn we over een kwartier uit. Ik ben verzamelaar van zand en knipsels. En die knipsels die komen voort uit de verzameling zandkopers. Jullie zullen het vermoedelijk niet hebben gezien, maar op die knipsels die tegen de zandkopers aan liggen, daar staan zandkopers op. En zo zijn er van allerlei soorten dingen waar de zandkoper op voorkomt. En ik ben begonnen omdat de zoon vroeg dat ik eens een keer op een rommelmarkt naar een zandloper moest kijken. En toen had ik er die dag 3 meegebracht. Ik dacht, nou, dat is niet slecht. Want ik had eerst al tegen hem gezegd, ik heb nog nooit een zandloper gezien op de rommelmarkt. Maar dat was niet waar, ik had hem nooit gekeken. Want als je op de rommelmarkt iets wil hebben, dan moet je gaan kijken. En hij zei, ja, dat bedoel ik niet. Hij zei, het moet iets groter zijn en er moet iets meer tijd in zitten. Ik zei nou volgende week, want ik ging altijd en ik ga nog steeds iedere weekend wel naar 1 of 2 rommelmarkten. En want verzamelaars, meneer zei het toen straks ook al, verzamelaars willen alles hebben, zijn allemaal hebbers. Zo noem ik het maar. En, maar dus de tweede week daarna ook weer 3 zandlops meegebracht. Hij zei, ik doe het wel met de horloge. Dus, maar ik had 6 zandlopers, ik was verzamelaar. En toen heb ik nog wel aan hem gevraagd, waarom heb ik een zandloper? Hij zei, nou, er zit tijd in, er zit beweging in en vergankelijkheid. En ik had eigenlijk nooit, ja, ik wist wel wat vergankelijkheid was, maar ik had dat nog nooit eens opgezocht. Ik dacht, zelfs een keer opzoeken wat nou eigenlijk vergankelijkheid is. En vergankelijkheid is toch meer als dat je zo eventjes bedenkt. En je kunt allerlei soorten vergankelijkheidssymbolen of zien en vaak kom je dan de zandloper tegen. Dus zo is het eigenlijk begonnen en hier staat er eentje, boven staan er een paar en thuis bij elkaar zijn het er 5800 en dan moet ik weer even naar die meneer. Ik draai ze niet iedere dag om, al zou het eigenlijk voor de zandloper het beste zijn dat ik ze iedere dag om zou draaien. Dan blijven ze lopen en dan blijft dat gaatje, dat wordt iedere keer wat iets groter, maar dan blijft het lopen. Als je een museum kan kijken en je ziet de zandloper, zie je heel vaak dat er 1 zandlopen of 2 zandlopen die niet doorlopen. En hoe komt dat? Nou, dat plet een klein beetje op elkaar en die kwelt is. Want het is ook de doorgang bepaalt de tijd hoe lang je loopt. Ik heb zo'n zandlopen, die loopt 24 uur. Maar die zandlopen, daar hebben ze hier in het midden een robijntje gemaakt. Daar hebben ze aan 2 kanten hetzelfde geslepen. Als je een gewone zandloper hebt en je draait, ik draai je nou niet op, maar want dan kan ik tijd winnen. Maar als je een gewone zandloper hebt voor een spelletje, wanneer je een spelletje met de kinderen zit te doen, dan loopt hij zeg maar 1 minuut. Als je hem terugdraait, loopt hij 1 minuut en 12 seconden. Dus dat is nooit exact waar. Het is heel erg moeilijk om die doorloop precies hetzelfde te maken. Vroeger was het nog moeilijker, waren er 2 losse glazen. Staan er bovenop een paar middelste glazen boven. Daar werd een ijzer slaatje tussen gedaan en daar werd een gaatje in gemaakt. Een klein beetje met vet of met lak, zegel vastgemaakt, textiel rond en dan doen ze dat. Maar als je nou een ijzeren plaatje hebt en je slaat daar een spijkertje in, dan krijg je altijd een net met een braampje. Als je dat nou weer omdraait, wordt het steeds verbrand aan de andere kant. Dus vandaar dus dat die tijd altijd wel een klein beetje tegenhoudt. Overigens zijn allemaal volwassenen die echt met de kinderen een spelletje zitten doen. Je kunt de zand wel iets beïnvloeden, want als je hem schuin houdt, gaat hij iets sneller. Dus, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Je moet ook eigenlijk altijd het zand op de eerste keer proberen, dat je weet hoe dat je het snelste doet. Maar dan was ik weer nieuw. Ik kom toch eventjes terug op die meneer over Rembrandt. En dan ga ik naar de knipsels. En de knipsels, ik heb het gisteren nog eventjes opgezocht, want je naam die kan ik niet onthouden. Maar toen Rembrandt de nachtwacht verkocht voor 1600 gulden, toen had je nog heel veel moeite om die 1600 gulden te beuren. Maar in dezelfde tijd was er een mevrouw, en die heette Johanna Koertenblok. En die verkocht de knipsel aan keizer Leopold van Oostenrijk. 4000 gulden. Het was, ze stonden in de rij om knipsels te kopen van haar. Het Telermuseum, heb je het straks ook vernoemd, daar hangt een prent van Rembrandt, een S en een zandloper op. Dus als je
dan toch eens eerder naar het oudste museum van Nederland gaat kijken. Vraag aan iemand dat je daar die print mag zien van Rembrandt. Er zitten twee wandelaars met de dood zit erbij, met de zandloper. Die ga ik dan weer hier illustreren. Hier is een levensstam. En de levensstam begint altijd met de geboorte, maar hier zit de dood al klaar met de zandloper. En de zandloper, die zegt tegen de mensen van let op, als die zandloper leeg is, dan heb je heel wat cyclus als het goed is gehaald. Dus dat is dan de levensstraf. Van die levensstraf zijn er heel veel verschillende. Dit is een print die vermoedelijk heel lang opgehangen heeft van waar dat hij zo vervaagd is. Maar het is wel een print van, denk ik, rond het begin 1800. Dus niet zo verschrikkelijk. Volgende verzameling. En dan kom ik nog een keer op die meneer terug. Als je een verzamelaar bent, dan moet je alles gaan registreren. Als ik achterwaarts van de zandloper zet, dan hadden we dat moeten doen op het begin. Maar je moet er niet halverwege mee moeten beginnen, want dan moet je, ja, alles kan natuurlijk. En die verzamelaar, die denkt nog niet aan een museum. Die denkt aan zichzelf en die wil alles hebben wat maar net iets afwijkt om die verzamelaar zo groot mogelijk te maken. Want ik heb natuurlijk ook zo'n zandloopje voor een ei te koken, want dat 3 minuten loopt. En in het blauw, in het groen, in het verhuizen, maar anders kom je natuurlijk nooit een achterwerp komen. En verzamelaars zijn gelukkig, die zijn net zo blij met een zandloop van een dubbeltje als van 100 euro. Maar die van 100 euro, daar moet je wel een paar keer over nadenken. En van een dubbeltje, daar gaan we wel iets voor met de verzamelen. Maar ik was over de zandloper bezig. Ja, een zandloper, dus de zoon, die heeft me aan het verzamelen gezet. En nou ja, dan op een zeker moment dan worden het er 1, 2, 3, 6 en dan gaat het verder. Ik heb het geluk dat ik een kijkkamer heb, want anders had ik natuurlijk een stuk probleem met die dingen weg te plaatsen. Door die kijkkamer waar die vitrines in staan, staan ze ook al een beetje dubbel. En nou zijn er mensen tegen mij, en dan denk ik, kijk weer naar een man van het museum. Die zeggen van ja, ik heb de zaal niet goed. Al die rotzooi weg, alleen maar de topstukken bewaren. Maar daar ben ik nou weer te veel verzamelaar voor. Want ik wil graag heel veel hebben. Daar komt er nog iets bij. Ik heb er mijn plezier van. En later, het museum, was ze misschien wel hebben. Op die glasbak, waar ze misschien in terecht komen. Dus dat is dan het vervolg. Maar ja, daar kijk ik dan toch maar niet naar. Ik moest een verhaaltje vertellen over die zandloper. Ja, de zandloper, de oudste zandloper die ze hebben kunnen dateren is van 1338. Een fresco in Siena, daar is nog steeds een zandloper te zien. Sommige mensen beweren dat ze al in 1400 voor Christus een zandloper was in Karnak in Egypte. Daar hadden ze een klepsydra. Een klepsydra is een soort bloempot waar een gaatje in zit, daar deden ze water in. En dat water liep er dan heel zakjes uit en er waren dan in die klepsydra waren punten. En dan was zeg maar een spreektijd, bijvoorbeeld bij een gemeenteraad of zo, die duurde 3 minuten en er was 1 zo'n punt. Sommige mensen die mochten dan langer spreken, er waren er 2 of 3 punten. En ik zeg altijd, als ik daarover vertel, toen het proces van Simpson die zijn vriendin vermoord had, in het voorgerecht kwam, dan liet de rechter draaide de zandloper om te laten zien hoe lang dat er de spreektijd nog duurde. Dus iedereen kon zien hoe lang dat de spreektijd mocht zijn. En zo is het natuurlijk, een zandloper is geen klok, een zandloper die geeft een bepaalde tijd aan. Dus die zandloper moet dan ongeveer, die moet niet ongeveer, die loopt een kwartier. En je hebt ze in allerlei soorten en maten. Kinderen tanden poetsen, dat is ook een heel bekende zandloper. Dat kind weet nog niet, ja, ik weet niet dat ze tegenwoordig niet meer weten, want tegenwoordig kunnen ze met zo'n apparaatje nog heel goed de tijd instellen. Wat wij niet kunnen, maar dat hun wel. Maar als je 2 minuten tanden moet poetsen en je draait die zandloper om en je ziet, zolang dat je loopt, moeten ze poetsen.
dan dinges. Even kijken, waterklok, ja, dus de klepsiederak. Ja, dus 1338 is het eerste bewijs van een zandloper. En dan moet het van tevoren al geweest zijn. Sommige mensen spreken dan over Karnak, wat ik zojuist zei. En de meeste mensen houden zo'n beetje de jaartelling aan. Dus dat toen de eerste zandloper er was. Dan krijg je na de zandloper komt de waterklok. En de waterklok die loopt een beetje parallel met de zandloper. Maar de zandloper heeft het toch heel lang volgehouden en nog steeds in dezelfde vorm. En dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Want ja, je hebt de glas boven en je hebt de glas onder. Vroeger was het verdeeld dan. Dus dat er een plaatje tussen zat. Nou, toen het op het moment dat dat plaatje eruit zou, als ze de zandloper uit één stuk zijn gaan blazen, kwamen ze toch nog bij een probleem. En ik praat iedere keer over het woord zandloper, maar er zit bijna nooit zand in. Dus er zijn maar heel de hele oude, daar zit zand in. Op het moment dat de zandloper uit één glas geblazen werd, kwamen ze met het probleem dat er condens aan de binnenkant kwam. En hoe moesten ze dat opvangen? Nou hebben ze geprobeerd met eierschaal. Als je eierschaal heel erg fijn maakt, eierschaal is kalkhoudend, neemt vocht op, maar het heeft ook de eigenschap dat het korreltje niet groter wordt. Dus dat was dan een heel erg goed alternatief onderling. Later hebben ze dat weer wel makkelijker kunnen doen. Dan hebben ze een hele periode in Frankrijk, waar ze daar nogal bekend om, die deden er een klein stofje in. Dus daar konden ze naderhand eerst de condens eruit laten en later het zand erin doen. Tegenwoordig zit er altijd glas in. Nou, glas is natuurlijk ook weer iets wat bij zand hoort. Dus om glas te maken heb je zand nodig. Dus ja, dus het is een klein beetje een... Tegenwoordig wordt de zand op. Nou, er is een hele periode geweest dat de zand op echt een noodzakelijk plaat was. Vooral op zeilschepen. Op zeilschepen werd de wacht en de snelheid van het schip werd bepaald met een zandloper als hulpmiddel. De wacht die werd gelopen 4 uur op en 4 uur af. 8 glazen, dus de zandloper werd 4 keer omgedraaid. Dat zeg ik nou goed. Ja, maar er was altijd één man draait de zandloper om en één man keek dat hij omgedraaid werd. Om de snelheid van het schip te bepalen, hadden ze ook een zandloper nodig, hadden ze een log. Iemand draaide de zandloper om, het log werd uitgenomen en iemand telde aan de touw de knopen. Ik geloof dat je daar op dat foldertje wat ik daar boven heb staan, heb je kunnen zien dat er een log lag, een houten plankje, met een touw eraan waar knopen in zaten. Dus om de snelheid van een schip te bepalen. Tegenwoordig spreekt men in de maritieme ook nog steeds over de wacht die ook in glazen afgegeven wordt. En er zijn op dit moment ook klokken die de wacht aangeven, dus gewoon afgeleid van de zandloper. Ik heb wel eens een keer dat er kinderen bij mij komen en dan vertel ik altijd tegen, alles wat ik vertel moet ik vergeten op één ding, maar dan vertel ik het loggen van het schip. En dan zeg ik, want op het moment dat je een keer op vakantie gaat en je zit in een vliegtuig, dan gaat die kapitein die zegt dat je zoveel knopen per uur gaat, dat is nauwkeuriger is als de kilometer. En de knoop is eigenlijk de af, dus dat was de touw waar de knopen in zaten om de snelheid van een zeilschip te bepalen. Dan moet ik kijken naar die zandloper, moet ik iets over prenten vertellen. Als jullie nou met kerstmis allemaal zo'n klokje willen gaan zitten knippen, dan is dat eigenlijk heel erg simpel. Hè? Je doet die dingen. De dominee had op de preekstoel ook een zandloper staan. En dan draaide hij. En dan in die tijd, dan praten we over rond 1800, mocht hij dan 45 minuten preken. Zo. Bij de katholieken was dat eigenlijk zonder zandloper, maar bij de protestanten ging zo'n predikant van gemeente naar gemeente en verder. En als het nou een beetje rumoerig in de kerk was, dan zei je wel eens, doe er nog een glaasje bij. Maar over die prenten wil ik ook iets vertellen. Dus het is eigenlijk ontstaan, de zandloper en de prenten,
stond dat er op print, de zandopstand. Ik ben ervan geschrokken, of niet van geschrokken, maar waar je overal zandloop tegenkomt. Als je morgen een pleister nodig hebt, staat er een klein zandloopje op. Als je bij Albert Heijn een pak macaroni koopt, staat er een zandloopje op. En waarom staat er een zandloopje op? Nou, bij Albert Heijn is het heel simpel, want daar heb je 7 minuten kooktijd. He, dus dan staat er onder het plein of daarboven een zandloopje. En als je een pleistertje of iets wat met levensmiddelen te maken hebt nodig hebt, dan staat er een zandloopje op. Op de plaats waar de houdbaarheidsdatum staat. Dus ik blijf iedere dag maar zoeken en doen. Ja. Zijn er misschien vragen die je misschien zou kunnen beantwoorden op het gebied van de zandlopen? Nou, ik vraag me af, als u zoveel zandlopers heeft, of u dan, als u op een markt loopt, of u dan precies weet, die of die heb ik wel of niet. Ja, dat weet ik. En dat heb ik nog niet genoteerd, maar dat, want dan zou ik natuurlijk je computer in bedrijven. Ik weet ook waar die staat de zandloper. Want als nou dit kraam is, staat de zandloper daar. Oké. Okay. Dus als hij nou volgende keer op de grondmarkt komt en je ziet dan een kraam, dan staat daar de zandloper. Ik kan me ook nu uitleggen waarom. De meeste mensen zijn rechts. Als je nou de zandloper morgen op tafel legt en er komt iemand binnen, dan draait de zandloper een keer om. Dus die man achter de kraam, die is ook rechts, die staat dan aan de linkerkant voor mij als je voor staat. Die heeft even niks te doen. En dan draait hij hem om. En dan draait hij om, dus ik moet altijd daar links kijken. En hij staat meestal iets hoger. Dan moet ik zeggen, dat ben ik gisteren makkelijk geweest. Ik heb hem niet één zandloper gezien. Dus het kan ook wel eens een keer verkeerd dat je een keer miskijkt. Meestal zie ik er wel een paar die ik al heb. Maar ik heb gisteren wel een porte montre, zo'n zakhorloge drager, gezien. En dan moet ik ook weer naar die meneer kijken van het museum. Die was iets anders. Ik had geluk, want ik dacht toen ik thuis kwam dat ik twijfelde, heb ik hem nou of heb ik hem niet. Maar gelukkig was de voet anders. Daar gaan we weer. Maar de voetje was hetzelfde, dus er was weer eentje. Nou, ik denk Theo dat je een prachtig verhaal hebt gehouden. En ja, en aanvullend en in samenwerking met Hans. En ik denk dat het publiek hiertoe geïnspireerd is om of een keer in Goes te gaan kijken, waar het Historisch Museum de Beverlanden is. Als je er bent, echt zeer een bezoek waard, ook om naartoe te rijden overigens. En het Fruitmuseum in Capelle was voor ons ook een grote verrassing toen wij dat met onze vrijwilligers bezochten. En nou, de kijkkamer van Theo Adriaanse. Als je een keer met een familie iets te doen hebt en je zoekt een educatieve bijeenkomst, een leuke educatieve bijeenkomst, iets heel anders dan anders, kunt u hier komen kijken. Maar ook naar Theo natuurlijk. Eerst hier komen kijken. Eerst hier komen kijken. Het museum Der Wast en Der Strekt, dat is ook zoiets. Mevrouw Joke Timmermans is er niet vandaag, maar als ze er geweest was, u zou onder de indruk zijn van haar eigen manier van handelen en praten. Daar had ik de hele dag gezeten. Zo leuk. Dus, de kerstkaarten, die heeft Guido daar straks al even genoemd. Die vier zijn van Theo en deze twee zijn van Aldona. Dat zijn Poolse kerstkaarten. Ja. En dat is nog leuk om iets van te vertellen. Anders loopt hij daar straks aan voorbij. Hier zit een speciale kaart met een zakje. Daar zit ouwel in. En op 24 december, op kerstavond, was het de gewoonte dat je samen aan tafel at en elkaar het beste toewenste. En dat deed je dan door een stukje van die hostie te nemen eigenlijk, want dat is het eigenlijk, een stukje van die hostie samen te delen en elkaar vrede toewensen. En elkaar vrede toewensen, dan hoop je dat je er zelf ook beter van wordt. Dat is de wens om elkaar te wensen. Maar Aldona heeft dus die kaarten opgestuurd gekregen met zo'n stukje ouwel. Dat is ontzettend leuk. Nou, en dan denk ik dat u heeft, de meeste mensen van u hebben, bovenal gezien. En anders gaat u rustig nog een keer kijken. We zijn tot 5 uur open vandaag. We danken iedereen heel hartelijk voor uw aanwezigheid. Zonder u had dit niet zo'n leuke dag geworden voor ons. Theo, hartstikke bedankt. En ik denk dat voor de kerst dit wel van pas komt. Dankjewel. En het verhaal.